De oorsprong van het Delftse stadhuis gaat verder terug dan u zult denken. Want waar nu het Delftse stadhuis staat, bevond zich in de 13e eeuw al een grafelijk hof. Met aan één kant het toen nog kleine Delft, en aan de andere kant het Marktveld. Het hof was bezit van de graven van Holland. Met hun hoofdzetel het Binnenhof in Den Haag. En enkele andere hoven verspreid over Holland. Vanuit het hof werd het omliggende gebied ontgonnen. Geëxporteerd en bestuurd. Hoe het 13e-eeuwse grafelijke hof in Delft er precies uitzag, is onbekend. Het moet een complex geweest zijn met diverse houten gebouwen. Behalve woongebouwen zullen dit ook gebouwen zijn geweest als een ontvangstgebouw met vergaderzaal, een kapel, stallen en schuren. Het zal rondom van de openbare weg afgesloten zijn geweest en toegankelijk via afsluitbare hekken en poorten. Het grote marktveld behoorde ook tot het grafelijk terrein. Rond 1250 werd er een gevangenis gebouwd, toen het enige stenen gebouw. Het kreeg de vorm van een toren en werd het Steen genoemd. De toren zal behalve als gevangenis ook als uitkijktoren en archiefruimte hebben gediend. Tegen 1300 werd er een paar meter achter het Steen een tweede, veel grotere bakstenen gevangenistoren gebouwd, het Nieuwe Steen. Het stadsbestuur, dat aanvankelijk in een stedenhuis aan de voorstraat zetelde, nam delen van het voormalige hofcomplex in gebruik, die zo nodig werden verbouwd. Inmiddels was de nederzetting Delft uitgegroeid tot een klein stadje met een flink aantal inwoners en kreeg in 1246 stadsrechten. De groei zette door en rond 1440 had de graaf geen hof in Delft meer nodig. Het oude steen kreeg grotere vensters en een trapgevel met pinakeltjes. Het nieuwe steen werd verhoogd met een klokkentoren, met daaromheen een trompersgang, waar vanaf de stadstrompetter zijn signalen kon geven en kon kijken of er ergens brand of onderrad was. Het stadsbestuur vergaderde in het stedenhuis naast de toren waar nu de trouwzaal is. Aan de achterzijde kwam een fors trappenhuis van waaruit het stedenhuis en de toren goed bereikbaar waren. In 1536 werd het stadhuis slachtoffer van de grote stadsbrand die drie kwart van Delft trof. De twee torens en enig muurwerk bleven behouden. Het stadhuis werd herbouwd, maar nog steeds als een samenstel van verschillende gebouwen rond de stadhuistoren. De trompersgang werd overdekt en de linkervleugel kreeg een open loggia op de verdieping. In 1618 brandde het stadhuis opnieuw uit. De Amsterdamse architect Hendrik de Keizer ontwierp toen een nieuw stadhuis in Renaissance-stijl, waarin het nieuwe steen en enig ouder muurwerk werden opgenomen. Al in 1620 kon het in gebruik worden genomen. In de 19e eeuw werd het gemoderniseerd op een wijze die weinig respect toonde voor de schepping van Hendrik de Keizer. Bij twee restauratiecampagnes in de jaren 1962, 1966 en 1980, 1981 werd eerst het exterieur en daarna het interieur in historische vorm hersteld. Van binnen werd het stadhuis daarbij wel aangepast aan de moderne eisen. Zo kwam er een grotere raadzaal met publieke tribune, een lift en moderne toiletten. Bij de verbouwing werd ook archeologisch en bouwhistorisch onderzoek gedaan. Onder de vloer van de burgerzaal werd de fundering van het oude steen teruggevonden. Dankzij deze restauratie beschikt de stad Delft over een mooi en goed bruikbaar stadhuis en weten we tevens meer over de bouwgeschiedenis ervan. Zo blijven de monumenten van Delft je iedere keer weer verbazen.